Thomas, de vakantie zit erop. We mogen weer. Ja, gelukkig wel. Dus nee, goed van genoten. Maar ja, ik kan ook weer genieten dat ik weer lekker op het veld sta. Hoe heb jij de vrije dagen ingevuld? Ja, goed. Ik ben even een paar dagen weg geweest naar het buitenland. En toen gewoon weer terug in Nederland. Gewoon lekker rustig aangedaan met de familie. Dus was ook nodig. Onderweg nog wel dingen gedaan om fit te blijven? Ja, niet extreem hard getraind. Want ik voelde wel dat natuurlijk die paar maanden wel even aanpoten was. Maar nee, wel de nodige dingen gedaan om gewoon weer topfit aan de eerste training te verschijnen. Ja, vandaag de training was een hele bijzondere. Ja, wat je zegt, dit was de eerste keer dat ik hem van deze kant meemaak. Dat doet wel iets met je. Weet je. Als je dat ziet, als je gewoon een half uur lang niet kan trainen omdat er rook in het stadion hangt. Ja, dat is toch wel mooi. Je geeft het zelf aan, je hebt ook een keer aan de andere kant gestaan. Hoe is het dan om die tunnel uit te lopen? Ja, wat je zegt, ik was niet de eerste, maar je hoort natuurlijk die supporters dan al. Normaal hoor je dat ook met een thuiswedstrijd. Alleen ja, nu kijk je en je ziet vuurwerk, je ziet rook, fakkels. Ja, wat ik al zei, dat doet wel iets. Of niemand met mij doet dat wel echt iets. Je bent natuurlijk een jongen van de club, jongen van de stad. Verandert jouw rol dan in een week als deze in de aanloop naar deze wedstrijd? Misschien wel. Of in ieder geval bij mijzelf onbewust wel. Ik vind dat ik dat wel over moet, maar ook kan brengen aan die jongens. Weet je moet toch wel even, dat is toch wel even net iets anders dan een andere wedstrijd. En ik hoop dat we dat allemaal heel goed beseffen. En we hebben het nodig. Dan zullen we dat ook niet vergeten. Ja, we kunnen er niet omheen dat het niet de beste fase is waar we in zitten natuurlijk. Nu een week, twee wedstrijden. Hoe gaan we die wedstrijden in? Nou, ik hoop dat de toon morgen gezet wordt. En ik hoop dat we dan, natuurlijk, je hoort het wel, dat Noah inzet tonen. Ja, dat moet altijd, vind ik. Alleen in zo'n wedstrijd is dat toch net even anders. Je zal het morgen merken. Als wij daar komen, ja, dan word je niet geliefd. Nou, dat is ook wel eens prima om te ervaren. Dus ik hoop dat daar de toon wordt gezet, dat we gewoon met z'n allen erachter gaan staan en het samen gaan doen. En vanuit daar wel het gevoel gaan krijgen van hey, als we dit is het wat we moeten hebben en wat we missen. En dat we op die toer door kunnen. De tegenstander zal uiteraard uitvoerig geanalyseerd zijn. Op basis daarvan, wat denk je wat voor wedstrijd dat het wordt? Ja, ik denk een mooie wedstrijd met vol druk op beide kanten. Ik denk dat het is. Ik denk dat Willem II ver vooruit wil gaan spelen in eigen huis. Ons wil opdrukken. En daar moeten wij op reageren. En ik hoop dat we daar snel een omschakeling mee zijn pijn kunnen doen. Heel succes morgen. Dankjewel, kom goed.